De Vereniging Parlementariërs voor de Ontwikkeling van Kinderen en Jongeren, VPOKJ, heeft vandaag 2 laptops geschonken aan de stichting Stibula. De overhandiging heeft plaatsgehad in het gebouw van DNA. Assembleevoorzitter Jenny Simons zegt dat dit besluit is genomen omdat de vereniging bekend is met het goede werk en de diensten die Stibula verricht. De vertegenwoordiger van Stibula, Lydia Berghout, toonde zich verheugd met de schenking. Stibula staat er al langer dan 50 jaar en we doen inderdaad heel mooi werk. Maar het zijn organisaties als de UWE die samen met onze vrijwilligers het mogelijk maken dat we in de buurt Latour en de omgeving ons mooi werk kunnen blijven doen. Ik heb het net al aan de heer Bova verteld. Het is eigenlijk precies op tijd gekomen, want onze BIEB die staat er al vanaf vorig jaar. De boeken staan er ook al en we zijn al bezig om dus uit te lenen. Maar van de week zijn we ook nog gestart met de andere activiteit en dat is het begrijpend lezen voor kinderen. Het is dus prachtig dat de laptop komt en dat we dus verder kunnen gaan om en de administratie en de uitbreiding een beetje aan te pakken en ervoor kunnen zorgen dat er meer mensen uit de buurt, vooral jongeren, gaan lezen. De VPOKJ zet zich in voor de ontwikkeling van de jeugd en jongvolwassenen, vooral op sociaal-maatschappelijk gebied. Daarbij moet een persoonlijke ontwikkeling en voordeel bereikt worden door dienstbaarheid aan anderen of de gehele gemeenschap. VPOKJ-lid Karel Breveld hoopt dat de laptops een lange termijn effect zullen hebben. En wat Stibula doet is iets wat inderdaad op lange termijn functioneert en tot zegen is voor velen in de omgeving. Ik wens de mensen van Stibula veel succes. Om te zien hoe wij vanuit de organisatie het werk van Stibula echt stimuleren. Het verzoek was afhankelijk 1 laptop. En uiteindelijk, nou praten we, kennen de kracht van Stibula en de mobilisatie, we kennen ook, want Rubia belt wel heel vaker, er komt er nog wat van, is het geworden 2 laptops. Dus dat is een bijzondere ondersteuning dat we willen. We zijn met verschillende mensen van de politieke partijen in de vereniging. Wij dragen zelf elke maand wat bij en uit die middelen doen we ook donaties. Jennifer Simons en daarvoor Melvin Bova en Karel Breveld, leden van de Vereniging Parlementariërs voor de Ontwikkeling van Kinderen en Jongeren, VPOKJ. Ze spraken vanmorgen bij de overhandiging van 2 laptops aan de Stichting Stibula.